Shuido betekent waterspel. En al die hamertjes en snaren die veranderen in waterklanken. Ga luisteren naar dit bijzondere stuk. Ga luisteren naar Shuido van Maurice Ravel. Maar John Williams gebruikt het orkest ontzettend uitgebreid. Die strijkers, houtblazers, koperblazers, percussie. Ik heb gekozen voor het stuk Hedwig's theme. En The Arrival of Baby Harry. Die gebruik ik dan allebei. Ik heb geprobeerd zoveel mogelijk bij het origineel te blijven. Dat orkest na te bootsen op de piano. Bestaat dit jaar, of dit seizoen, 65 jaar. En daar hadden we eigenlijk niet eens speciaal iets voor in gedachten. Maar toen kwam in één keer ook het cultuurhuis gereed. He, daar hebben we natuurlijk in Haaksbergen met z'n allen heel lang op zitten wachten en hopen dat het er ooit een keer van zou komen. Maar dat het zo mooi zou worden zoals het nu uiteindelijk geworden is, nou, dat is echt, daar is iedereen hartstikke blij mee. En toen dachten we van, dat is nou een leuke gelegenheid om ook de Haaksbergse bevolking proberen te betrekken bij de kunstkring. En als we nou eens iets bedenken waar we het cultuurhuis in het middelpunt zetten, ter gelegenheid van ons jubileum iemand iets speciaals uitnodigen. Nou, en toen dachten we aan de nieuwe tukker, Wibi Suryadi uit Diepenheim. En nou, je ziet zelf, de zaal is bomvol. En de kaarten waren binnen 5 minuten waren ze allemaal weg. Dus het is een gigantisch succes. En jullie hebben zelf ook het stuk voor de pauze helemaal gehoord. Dus je weet wat voor fabuleuze techniek deze man heeft. En nou, iedereen geniet volop, dus wij ook als kunstkring. Maar we hebben sowieso heel veel fantastische concerten gehad. De kunstkring heeft meer dan 40 jaar al concerten georganiseerd. Het is zo dat 40 jaar geleden waren verschillende keren concerten georganiseerd. Hap snap, dan af en toe is er een eentje. Door de kunstkring. En dat was bij de gemeentebestuur destijds niet onopgemerkt gebleven. En die hebben toen gedacht van, nou, als we die kunstkring nou eens vragen, als wij wat geld beschikbaar stellen, wil die kunstkring dan niet met een zekere regelmaat concerten organiseren. En zo zijn eerst koffieconcerten georganiseerd. En dat is langzaam maar zeker uitgegroeid tot de zondagmiddagconcerten. En inmiddels is dat een serie van 6 concerten in een seizoen. Plus, sinds de laatste 3 jaar, ook nog eens een keer een jazzconcert op een zaterdagavond in december of november. En dus in al die jaren dat die concerten georganiseerd worden, hebben we echt de top van de Nederlandse muziekwereld gehad. Vooral klassieke muziek, maar ook wel crossover, jazz natuurlijk. Heel vaak hebben we Jazz at de Bouwmeester georganiseerd. Totdat we de bouwmeester sloot en we op naar de kapper gingen. En nu is dus weer de traditie hersteld van jazz at de, nu de kapper. Ja. Nou ja, een mooiere plek dan dit kun je eigenlijk niet verzinnen, hè, voor een dorp als Haaksbergen. Het is echt een fantastisch complex geworden hier. Met, zoals ik nu hier sta, aan de rechterzijde de kunstzaal. Aan de linkerzijde de gymzaal en daartussenin de grote zaal. Dus kunst wordt op allerlei manieren, heeft het een podium gekregen waar we trots op mogen zijn in Haaksbergen.
Over die historie gesproken, wanneer ben jij lid geworden van de Kunstkring? Ik ben in 1976 bij het bestuur van de Kunstkring gekomen. Dus ik zit er nog maar net in. Dat vind je? Ja. Ja, het is, als ik terugkijk, denk ik van, is dat nou al zo lang geleden? Maar het is zulk leuk werk dat die jaren zijn wat dat betreft omgevlogen. En alleen als ik in de spiegel kijk, zie ik dat dat niet zo is. Wiebi, wat geweldig dat je ons nog even te woord wil staan. Want je hebt een hele prestatie weer moeten leveren vanavond. Wij vragen ons af, hoe hou jij dat toch vol? Ja, dat is, het is inderdaad heel zwaar, een concert geven. Mensen vergissen zich er soms wel eens in. Het is inderdaad maar ik sport heel veel. Dus ik probeer echt altijd in een hele goede conditie te zijn. Maar dan nog moet je eigenlijk na een paar concerten moet je echt wel weer herstellen. Want het is mentaal en fysiek best wel zwaar. Nou ja, ik onderschat het niet, want ik werd er vanavond echt zelf doodmoe van. Ik dacht, je moet ook steeds in die houding blijven zitten en die armen. Doe jij veel armtraining? Ja, dat klopt. Ja, ik doe heel veel krachttraining en ik heb zo'n rek. En dan doe ik zeg maar pull-ups en muscle-ups doe ik dan. En daarmee train ik, zeg maar. Je moet toch ook wel sterk zijn. Zeker weten. Ja. En we hebben jou vanavond zien vliegen door een programma dat ik dacht, mens, hè, het gaat van klassiek naar heel moderne filmmuziek. Ja, nou het leuke is, ik ga dus binnenkort ga ik toeren met een nieuw programma. En dat is een programma gebaseerd op filmmuziek. Dus filmcomponisten heb ik nooit eerder gedaan. Dus dat wordt heel spannend. En ik ben daar heel lang mee bezig geweest om dat goed te krijgen. Dus allemaal muziek uit grote films bewerkt voor piano. En dan die piano als een soort van orkest laten klinken. En was dat waarvoor je dat speciale jasje had aan laten meten? Of is dat voor iets anders? Oh ja, u hebt de documentaire gezien natuurlijk. Ja. Nee, dat was gewoon omdat ik eigenlijk vond dat ik iets anders. Het mocht ook weer eens wat anders zijn, zeg maar. Een rockkostuum en een zwart kostuum, smoking is natuurlijk heel traditioneel. Maar het is ook wel eens leuk om dat gewoon net eventjes iets anders te doen. En nou woon je in Twente, dus wij voelen dat jij een beetje een Twentenaar bent geworden. Klopt dat al? Ja, nou ja, ik voel me in ieder geval hier erg thuis. Ik vind het ontzettend leuk. Mensen zijn ontzettend aardig. En dat is wel heel grappig om te zien. Dat je dus ergens, als je binnenkomt, een winkel of noem maar op. En dan een restaurant ook. Je wordt begroet. Maar gewoon iedereen, en niet omdat ik bekend ben of zo. Maar gewoon iedereen is gewoon heel vriendelijk naar elkaar. Ja, dat is zo. Dat klopt hier helemaal. En vanavond was het bijna een thuiswedstrijd. Ja, dat klopt. Ik heb nog nooit zo kort gereden naar een concert toe. Dus dat was heel leuk. Wat ook heel leuk is voor de mensen in de omgeving. Je woont nu zo dichtbij. We kunnen heerlijk naar jouw huiskamerconcerten. Ja, dat klopt. Ik heb een nieuwe serie gepland tot en met maart. Een serie huisconcerten waarin ik dus dat filmprogramma al ga spelen. Dus mensen die naar mijn thuisconcerten komen, die kunnen het programma al eerder horen voordat het in de theaters is. Dus dat is natuurlijk wel leuk. En dat heb je allemaal op je website staan. Dat staat op de website. We kunnen de data zien. Klopt. Nou, heel hartelijk dank dat je nog heel even tijd voor ons hebt genomen. Heel graag gedaan.